afgelopen maanden gaan eigenlijk heel goed. Het is een hele goede stijgende lijn in mijn trainingen. Ik word sterker, mijn duurvermogen gaat heel erg vooruit. En het gaat eigenlijk heel goed. Nou, nu gaan we inzoomen, gaan we anderhalf week schaatsen. En dan nog een paar dagen hier onze conditie weer verbeteren. En dat bouwen we door tot de eerste wedstrijden. Dus steeds feller en meer specifieke trainingen, zodat we bij de eerste wedstrijden top zijn. Je wilt natuurlijk steeds heel hard rijden, vooral omdat er ook de wedstrijden omhoog aan banen zijn. Wil ik wel graag me daar ook weer verbeteren op de 500 meter. Maar dit seizoen wil ik ook zeker weer de 1000 meter weer goed oppakken. En dat ik die wel een grote stapje weer in ga maken. Nou, de 7 dames bevallen heel goed. Het gaat eigenlijk gaat heel super. Onderling gaat het fantastisch. Ik heb hiervoor gekozen, want de 7 dames is natuurlijk wel 7 dames. Maar de faciliteiten eromheen, zelfs zonder hoofdsponsor en alle de voorwaarden om goed te kunnen trainen, goede trainers, goede ploeggenoten eromheen, heeft mij de keuze te maken om voor dit avontuur te gaan. En ik zie dat er echt heel goed en positief in.